gaan nu. Emma. Go. Fucking hell. Wat een eng ding. Zag je die top? Hallo Tiny Pingwings en wat leuk dat jullie kijken naar mijn kanaal Infinity NL. We gaan natuurlijk vandaag verder met The Quarry. En ja, we waren de vorige keer best op een moeilijke keuze gekomen. Althans, ik ben er eigenlijk al wel achter wat die keuze gaat worden. We moeten de keuze maken tussen amputeren of niet amputeren van zijn been. Want hij had namelijk een infectie, omdat hij is gebeten door dat beest. En dat kan verspreiden. Dus mijn keuze is eigenlijk al gemaakt. Dus laten we het voorafwijzend kiezen. Waarom? Why would we do that? I don't know, man. Look at that black stuff. Yep, you bet it's romance. What do you think it is? Do I look like a doctor? Hij is hier. Het escaleert wel echt heel erg snel, hoor. Roepen. Ja. Hey! Laat hem maar naar ons komen. I know how to use it. Sort of. Ryan, what if it's Jacob or Emma? What if it's not? But be careful. Dat zien we pas als ze tevoorschijn komen. Shoot. Come on. You were aiming for a cluster of threatening branches. You sure showed them what's what. Het zekere voor het onzekere. Ik weet niet wie de fuck het is, hè. Het spijt me. Shit. Sorry. I just kind of lost it okay. A little bit. It's okay. Just maybe try not to waste the ammo next time you get freaked out. Ah, damn. Yeah, you're right. So what? We're thinking it was just the wind or something? Just still a little freaked out, you know? Yeah, the wind. Let's go with that. Yeah. Great. Going with it. Maar dat was het niet. All right. So, Lodge is sounding pretty good right about now, yeah? God damn. Ik weet niet wat de... Laat schieten. Okay. Af, een beetje af... afweren. You were saying... Shall we look? Are you stupid? Let's get out of here. Oh, but what about Jacob and Emma? What if they come back and can't find us? Laat een briefje achter, lijkt me handig. Let's leave a note. They'll catch up with us if they want to. Right now we gotta make sure Nick and Abby are okay. Nick's legs all sorts of fucked up. I don't know how we're gonna get him all the way back. I got it. All right, let's go. Pad gekozen. Dude. Wat? Oh, dit is niet best, guys. Dit is niet oké. Let's see what tonight brings. Okay, here's a riddle for you. What's got two thumbs and is suddenly riding solo on a freaky island in the dark? This fool. Well, one thumb. One available thumb. Okay. And it was here. On a strange, uninhabited island that this brave young soul found herself.
Okay, full disclosure, I've suddenly found myself on a strange, tiny little island all alone with nothing to do but show you guys around. So, there's a treehouse over there. I'm gonna go and see if I can't dish out some of that sweet, sweet panoramic goodness. Because here's the thing. Not that I want to go back, because I don't. But even if I did, I can't. Because then I'd look like the super needy one when he was the one who stormed off in the first place. God, you know what? Sorry, I'm bending. Oh, explorer bending. You know what? Fuck it. Let's do it. To the treehouse, fellow explorers! Alright. Daar gaan we naartoe dus. Okay, het is weer tering donker, dames en heren. Not happy with that at all. Ik ben ook niet heel blij mee dat ik alleen ben. Wat ligt hier? Een kaart? Nee, and geen kaart. This is the meeting shelter. It's a shelter where you meet at. Duh. Okay, I'm trying really hard to make this interesting, but sometimes a thing just is what it is. Ja, I think I've made my point. Je kan er niet veel meer van maken, denk ik, hè? Content, guys. Content. Ik zit af en toe met hetzelfde probleem. Ik bedoel, ik kan wel alles gaan benoemen wat ik zie. Oh, shit! Ik schrok me kapot. Pretty cool, huh? You know, when I was little, I used to think that islands just kind of would float in the middle of the water. Kind of like an airbed. But I'm older and wiser now and realize that not everything's always as it seems. Kind of like how you thought you were just having a hot summer fling and then it turns into babysitting a big hairy man child. Ooh. It's all sad because you don't want to go steady with him and write him love letters every freaking day. And while we're talking about it, you don't mind that we're talking about it, right? Why is it up to me to justify my feelings when he's the one who got all bluff about it, you know? Ja, hij is wel een beetje een baby geweest. Metaphor in the narrative. Het is gewoon voor de fun, guys. Fork in the road. How fitting. Here's the big question. Do I take the high road, literally, and forget about it? Or do I continue on the path I'm on and keep ranting about my stupid tummy? Nee, wij gaan de trap op. Wij gaan de trap op. I guess since this isn't live, the choice is up to me. Ja, we gaan de trap op. Ik ga niet die kant op. Niet het bos in. Niet het bos in. Dat gaan we echt niet doen. Fuck die shit. Dit. Okay, moving up in the world. Ja, higher ground. High ground. Veel beter. Now you might notice the darling rustic vibes this walkway is radiating. And that's no accident. I don't know what y'all are doing with your walkways, but if you're not spending a full hour pulling a splinter out of a snotty kid's finger, don't you dare call it authentic. Don't worry, the kid was fine. I'm a good counselor. And what doesn't kill you will make you stronger. Ja, dit is echt het juiste pad wat we hebben genomen, denk ik, dames en heren. Daaronder ziet er echt niet oké uit. Vooral niet met dat monster op de loer. Oh, ik haat de donkere stukken. Ik heb er echt totaal, maar dan ook echt totaal niks mee. Het hout kraakt wel echt heel erg, maar goed. This is where we're heading. Not too shabby. Well, literally is too shabby. But these views, oh man, you're gonna blow your tops. There's also a zip line, which. I guess you can watch me crap my pants on that thing, what the hell. I'm here, aren't I? I'm gonna carpe this DM so damn hard, it won't know what hit it. First, we gotta get there. And there's still so much to talk about. Oh, vlog live is dit, dames en heren. Ik hoop dat Abby in orde is. I hope Abby's okay. She ran off earlier. If you didn't see it, I kind of sort of made out with Nick. But it was a dare. I'm not like a bitch or anything. Oh, and for context, Abby likes Nick. Well, actually, they like each other. In truth, I just wanted to fan the flames a little. Watching them stumble around each other like drunk jellyfish was exhausting. Poor kid was like a deer in headlights.
It's cool, though. They're smart. They'll get it. I bet they're out there in the woods right now, just absolutely going for it. I don't think so. Je mist een heleboel. En ik ben bang dat jij ook niet helemaal veilig bent. Eerlijk gezegd, Emma. Maar ja. Kijk, ik denk dat we hier ook terecht zijn gekomen als we het andere pad hadden genomen. Van deze ladder. Hierin. And here we are, as promised. One extremely rickety and even more underwhelming treehouse. In another world, perhaps young Jacob and I would settle down here and play house together. Honey, I'm home. What's that now? I forgot the children's bedtime. Well now, that's a fine how do you do. How do you do? Ik vind het echt helemaal niks. Ik vind er zo niks aan dit. Take it all in, folks. That's the summer camp experience right there. And somebody forgot to clear the place. Hoor de muziek, dames en heren, gaat een jumpscare aankomen. Their staff or maybe one of the guys back there. But I don't recognize this. Oh shit. Oh my. Yeah, fucking hell, man. Choice on our hands. Do we snoop through someone else's belongings or do we open the spooky trap door and die a horrible, painful death? We gaan niet het luik doorzoeken. We gaan de tas doorzoeken. Bag it is. And you know what? I'm putting some clothes on. This is all you're getting. Wat zat er bij dat luik? Maar beter dat we niet zijn gaan checken, denk ik. Want we hebben net letterlijk niks om onszelf... Oh. We hebben wel iets om onszelf mee te verdedigen, dames en heren. Vanaf nu. En dat gaan we zeker van pas komen. Ja. Maar goed, we hebben nou wel eerst die tas gedoorzocht. En ik denk dat we wel de luik moeten gaan openen nu. Dat we geen keuze hebben, maar het is goed dat we eerst de tas hebben doorzocht. Dan kunnen we ons verdedigen met de taser, wat het ook mag zijn. Goodbye, cruel world. The final curtain is calling and there's no time for an encore. Holy shit! Okay. Goed, berenspray of taser? Fuck, ik weet het niet. Ik had blijkbaar ook berenspray. Taser. Ik denk dat de taser veel beter is. Foto maken. Ja, wat? Misschien handig. Dan weten we wat het is. Oké. Oh my god. Er gaan heel veel quicktime events komen nu. What the fuck? Nice. Oh, zipline. Oh, I'm so fucking bored. Let's go. Maar we hadden dus ook al berenspray bij ons. Maar of dat zat al ook in de tas, dat weet ik niet. Oh. Wat een ding. Zieke weerwolf. Rennen, sprayen. Hij gaat ons niet sprayen. Want hij is duidelijk sneller als ons. Dus we moeten wel iets meer hebben. Dan alleen onze voetjes. Daarheen. Dat geeft ons meer voorsprong. Ik denk dat het heel goed is geweest. Maar ik heb gedaan. Wat wordt het? Nice. Ik was net op tijd. We zijn weer terug in de hut, hè? Waar we net waren, of niet? Oh, dit is kut. Ik moet lopen, of wat moet ik doen? Deur blokkeren of luik gebruiken? Fuck. Ik weet het niet. Deur blokkeren eerst. Dan gaan we het luik waarschijnlijk doen. Denk ik. Ik weet dat ik er lang over moest nadenken, dames en heren, maar... Oké. Berenspray of luik? Eerst berenspray, anders gaat het ons pakken, denk ik. Ja, goed. Heel goed dit. Dit is goed. En nou via het luik naar buiten. Huh, naar beneden. En kruisje. Ik ben aan het spammen als een malle. Oh, man.
Dit is de meest intense aflevering ooit. De vorige vond ik intens, maar dit vind ik nog meer intens. What the fuck, dude? Ja, die gaat er nog komen, hoor. We moeten hier weg. We hebben ook een foto gemaakt, daar ben ik blij om. Dat gaat goed uitpakken voor de rest ook. Shit, man. Nou, die zit daar dus vast. I got it, he's okay. Are you in pain? Even een slok van mijn koffie, hoor, dames en heren. No, no, sorry, I'm just... I'm really hungry. We'll get you some food inside, okay? Ik heb een mooie thermobeker. Dat is heel mooi voor dit spel, want je moet echt goed opletten. Oh man, I can eat a horse. Well, I don't know if we'll be able to find you a horse, but maybe some granola? Oh, yuck, I hate granola. Kracht. Oh, dat is, dat is een, kijk, we hebben een kaart gevonden. We hoefden er niks voor te doen. We hadden hem al in beeld. Mooi gratis meegenomen dus. This will open the nurse's station. Should be plenty of stuff in there. Well, hopefully we can just get him cleaned up. Trouwens, die Caitlin, die voice actress, die is volgens mij. Die hoorde volgens mij bij de Sweet Life on Deck. Dat was die rijke. Volgens mij. Isn't there one in Mr. H's office? Yup. We'll come meet you. Copy that. Oké. Optimistisch. Ik hoop dat ze in orde zijn. Mm-hmm. Denk je dat het hun geur heeft opgepikt? Oh, voorzichtig. Pak het voorzichtig aan. Do you think that whatever attacked them out there is, I don't know, has their scent or something? What? I don't know. Like, what if it got a taste for blood and now it's gonna track them down? I doubt it. I just feel like if we stick with them, we're sitting ducks. I don't know. I really don't think that whatever attacked them out in the woods is gonna get into the lodge. Okay, yeah. Yeah, you're probably right. Come on, let's go call for backup. It's pretty weird to see this place so dead. You never came down here at night while camp was in session? What? No, did you? A couple times, yeah. We zijn pas 70 minuten bezig en er is al zoveel gebeurd. Where are you going? Niet daar naartoe. I thought I just heard my name. I didn't hear anything. Ja, goed zo, Pik. Heel goed. Eindelijk is het gewoon een beetje een horror game. Waar mensen logische dingen doen, weet je wel. Althans, als ze weten als er gevaar is, hè. Hoopvol, dat is goed nieuws. Oh, ik heb eigenlijk helemaal niet opgelet. Wat zei hij nou net? Het gaat soms zo snel. Dat is goed nieuws. Dat weet je niet. Ik ga gewoon paranoïde zijn, want dan ben ik sowieso al. Ik weet niet wat hij net zei. Ik was al doorheen te lullen, sorry. It's true, Caitlin said. So all I'm saying is that we are not professionals, okay? We don't know. He could have rabies or something. Way to be optimistic, man. I'm just being realistic. Altijd realistisch blijven. Optimisme is hier geen ruimte voor. We gotta call for help. Ryan wordt wanhopig. Who should I call? Mr. H? The only number I got is to this phone. Okay, then 911. You mean 911? 19. What a lil. I don't know. Anyway, yeah, but like, what should I ask for? Like, police? Ambulance? Huh. Ja, dat is een goeie. Ambulance lijkt me toch. Politie kan daar niet zoveel mee, toch? Maar nieuwsgierig. Do you need to specifically ask for an ambulance or can you just say like help, help? So they'll say 911, what's your emergency? And I'll say help, help. My friend may have been attacked by a bear or maybe not a bear, but definitely an animal with teeth. And we're not sure how many there are out there right now. And or how smart they are, so they may be mounting an attack on us right now. So just like send a whole bunch of ambulances just to be sure. Yeah, that's good. Okay. Oh fuck. What's wrong? Dead. Dode lijn. Weet je zeker dat je niet hebt opgehangen? Dat is raar.
heeft niet opgehangen. Dat zagen we. Well, that's weird. Phones go dead sometimes out here. Right when you're about to call the cops, though? It's a coincidence. Mm. You try the hangout. Is het zeker niet, zeker niet. Here. Wat een simpele zin is dat. What are you doing? I don't know, it's what they do in movies when the phone goes dead. You tap on the little thingy. We're not in a movie. Okay. Nee, je zit in een video game. You know, how do you know that? Iets anders. Maybe that's just what they want you to think, man. Okay, so this phone's a no-go. No one has signal. Is there anywhere else in the camp that has a landline? Well, not a landline. What? The radio hut has some old broadcast gear. Where you do your announcements? Where I curate my sweet summer jams, yeah, and where I do the PA announcements. It has some old equipment there. I think we could probably rig something up and get a message out. All right, yeah. Let's head over there and see if we can contact somebody. Put that back, Dylan. Kalm, even maar agressief. Je bent gek. We doen het kalm. I will put it back when we're good and safe and help is on the way. Okay, just careful with it. I'll be fine. Meer wapens, de man. It's probably the weather. Nope, is het niet. Wat een simpel manneke is dat. Maybe it was the bears. Oh, nee, het zijn die kutmensen. And why does everyone blame everything on bears? Okay, so for the sake of argument, what if that bear that cut our phone line and just cut out all the power? Ja, 100% wat er is gebeurd. For us out in the hallway? 100% wat het is. Misschien niet in de hal, maar hij is wel bezig met ons. Hij is aan het fucken. We should probably tell Caitlin that we're going to the radio hut. They're probably freaks. Yeah, okay, yeah, let's go. Oh my god. Yeah, we should probably leave that with Caitlin. Heeft ze het nodig? Geef haar jouw geweer maar. Ja, dat gaan we wel doen. Anders lopen ze gewoon gevaar. Well, maybe we should just leave her with your gun. I'm a much better shot than you. You don't know that, okay? I might be an amazing shot. Nou, hebben we hem nog zien schieten? Nee, toch? Just give her your gun. Is veel beter. Moeten verspreiden. Geweer geven. All right. You're right. Want hij stikt met mij, dus daar is één wapen al zat voor. If you're extra nice to me, I might let you hold it. Dit is gewoon beter. Dit is duidelijk de betere keuze. Don't write a check that your ass can't cash. My ass has got quite the bank account. En als het uiteindelijk een kutkeuze was geweest, dan is het niet aan mij, dan is het gewoon aan de game. Ryan stelt je beslissing op prijs. Mooi. Am I interrupting something? Je krijgt een wapen. Je krijgt ons wapen. Want zij kan goed schieten, dat weten we. Chin up, big guy. I wouldn't really know what to do with it, okay? I trust you. Oh, thank you so much, Dylan. You're so generous and handsome. Yeah, no problem. Don't mention it. Nice. Goeie keuze gemaakt. Hackett's Quarry Island. Oh, we zijn terug bij Emma. Nog steeds daarbovenin. Ze weet ze nog steeds niet eruit te halen. Dat monster zit misschien onderin nog. Zipline. Maybe. Ja, het monster zit er nog. Langzaam opwinden of snel opwinden? Nou, je zou denken dat je snel moet opwinden, maar dan gaat hij op het geluid af.
Als we langzaam opwinden, dan hoort hij het minder. En dan kunnen we ongezien weg. Ja? Dus ik denk dat dit een soort reverse psychology ding is. Waar je eerst zou denken dat je juist snel moet zijn. Maar dat is er voor de hand liggend. Ik hoop dat het klopt, wat ik zeg. Ik hoop dat het klopt. Hij heeft nog niets gehoord. Versnellen? Zeker niet. We blijven van die knoppen af. We doen het zo. Oké. Fuck my life. Emma, ik zou sneller gaan nu. Emma! Go! Fucking hell. Wat een eng ding. Zag je die tong houden? Oké. Nice. We zijn weg. Hoe snel is hij? Wat gaan we doen? Kan hij niet hier komen? Emma is er zo klaar mee. Wat doet Emma? Ze blijft er wel kalm over. Kalm onder. Is het niet? Wat? Die had het gewoon zo gehad. Dat zag je gewoon aan alles. Oh shit, we zijn weer terug. Oh, good to see you. Good to see you. That time again, is it? Yep. We hebben een kaartje gevonden. Strength. Strength can be surprising. Knowing one's own raw power, tapping into a previously unknown energy. I suppose there are forces at work within us all. And with one hand it gives, and with the other it could rip away. As always, there's more to see. And as always, the choice is yours. Would you like to see more? Laten we meer gaan kijken. Meer bekijken. Wat gaan we nou weer zien? Oké, we zijn in gevecht met die grote man. Oké. So it's goodbye again. I'll leave you with this. Remember who your friends are. Remember who's looking out for you. Oké. Ik kan altijd moeilijk uitmaken wat je daar in die bollen ziet. Maar we hebben hoofdstuk 4 achter de rug. En we gaan naar Witte Ruis. Dus dat is mooi. Oké, we zijn terug bij Abby. Hey, I couldn't find anything to eat. The kitchen's pretty cleaned out. Oh shoot, I left my bag. I brought you this. That was... Fuck. I don't even know what happened. It was all just a blur. How are you feeling? Meelevend, zullen we doen. How are you holding up? Altijd gewoon het meest politiek correcte wat je kan doen, kiezen dames en heren. I'm just happy. You're okay. Are you okay? I'm sorry. I just asked you that. It's okay. Altijd iedereens behoeftes voor je eigen stellen. Althans, niet in het echte leven, maar in de game. They have to find a radio or something. Dat is altijd goed. Altijd goed. We found another in Mr. H's office, so just in case. What happened to the lights? Not sure. Any better? I'm doing okay. Kinda. Wait, are they going to the radio hut? Phone's dead. They're gonna try to send out an SOS or something. We're holding down the fort. Je mening geven? Yeah. Did anybody else hear that? Trofee.
Maar wat? Hoezo je mening geven? Wat is begreep die keuze niet helemaal. Geruststellend, voorzichtig. Niet gaan, het is gevaarlijk, het komt goed, maar wees voorzichtig. We gaan niet gaan, letterlijk. We don't know what's out there. It could be dangerous. Yeah, that's why I'm gonna check it out. Ze heeft een wapen. Caitlin, dus dat is oké. Oh, ineens bam! Oh nee. We gaan denk ik over naar een ander. Oh nee, we gaan... Oh, dit is nog steeds Caitlin? Ja. Nee, ik ben benieuwd wat met Emma is, want dat monster leek niet in het water te kunnen, dames en heren. Misschien dat monster nou hier is, geen idee. Maar ik denk dat er wel meer gevaar op de loer ligt dan alleen dat monster. Maar wat die gespierde man de hele tijd wil, dat weet ik gewoon nog steeds niet. Dat is ook al zo'n mysterieus karakter. Maar we hebben nou echt al wel goede looks van het monster gehad hoor. Echt heel dichtbij ook is hij geweest. Dus we weten al wel waar we in ieder geval mee dealen. Ik zou je wapen gewoon al pakken als ik jou was. Dit is niet handig natuurlijk. Het heeft maar 1 seconde nodig, hè. Ik vind dit helemaal niks, joh. Als die faggot nou gewoon die auto niet had gesaboteerd. Dan was dit allemaal niet gebeurd. Oh, dat is hem. Dat is hem. Die gast waar ik echt per god niet weet wat hij wil. Wat zijn intenties zijn. Totaal, maar dan ook nog totaal niet. Hallo. Oh. Ik zou gewoon met hem praten, wat wil je? Hij heeft wel een wapen bij, dat is misschien niet handig. Wat wil hij toch? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Weet niemand. Dat is het kutte ervan. Ik weet het zo niet. Zijn het kannibalen? Maar we zagen hem eerder ook nog met iemand anders, toch? Ik weet niet. Misschien is het wel gewoon een good guy. Oh. Nee, het is geen good guy. Mijn vragen zijn beantwoord, dames en heren. Hij is niet aan onze kant. Totaal, maar dan totaal niet. Ik weet niet wie die aan de lijn had. Ik denk de andere oude man waar die eerst bij was. Ademen. Wanneer het veilig is, weer loslaten. Het is nog niet veilig, denk ik. Ja, los. Oh god. Caitlin, wat doen we? Oh fuck. Ja, heeft hij nou onze shotgun ook? Oh, dat had niet verkeerd kunnen gaan. Hey, so this may not be like the best time per se, but like. Yeah, so like I was just, you know, thinking about like the start of summer and when we first met and started camp and like now that summer's over and, you know, is that like the last time we're gonna see each other, you know? Sorry, Nick, what are you saying? Onzeker, ik lig mijn hart hier zo. Maak je geen zorgen over Caitlin. Laten we zelfverzekerd zijn. Nou trouwens. Ik lucht mijn hart. Hey, I'm kind of pouring my heart out here. Nick, I'm sorry. Can we talk about this later? I'm really freaked out. It's just not a good time. Je bent moeilijk te peilen. You're hard to read. Wait, what? You're not even listening, are you?
No, no, I... Well, yeah. I think I was that boring. Oh, oké, okay. Ik wou niet dat het zo erg escaleerde, eerlijk gezegd. I just want to make sure we're safe, okay? Ik wil dat het snel makkelijk goed komt. Alsjeblieft. Dit had ik niet willen doen. Ja, je hebt Abby je schuld. Ja, fuck, dat wou ik niet. Oké, okay. Kom alweer goed, kom alweer goed. Dat wil ik echt niet. Maar ja, ik dacht van ja, maak je zorgen over Caitlin. Hè? Ik denk dat dat... Tuurlijk. Oh my god. What happened? Jesus, where's the gun? We gotta get out. No, we have to hide. Verstoppen of rennen? Zullen wij gaan verstoppen? Ja, lijkt mij het beste. Want waar wouden we naartoe rennen? Ademen. Kom op. De lucht is bijna op. Veilig. Wat een enge man. Oh. Oké, we zijn weer terug bij Dylan. Oh yeah, yeah, it used to be more of a actual radio station actually. You know, I mean it is still technically, but nobody brings their radio to camp anymore. Yeah. It's weird actually that there used to be their radio and their portable CD player and everything and oh, I speak up the logo. Everything we need is on the phone, but Mr. Hack takes it on the first day. Technology, it giveth and it taketh. So is that something like that you want to go into? Camp radio? No, like DJing or music or something. Oh, yeah, I mean I like music, but I think I want to major in quantum physics. Ik zit even te twijfelen, dames en heren. Ik vind eigenlijk dat de video lang genoeg heeft geduurd. Voor wat het waard is. En dit is eigenlijk het moment waar ik echt kan stoppen. En ja, dan gaan we gewoon vanaf het punt. De volgende aflevering weer lekker verder. Want ik denk als er zo meteen iets gaat escaleren dat de video net iets te lang wordt. En dat willen we natuurlijk ook niet. Dus moet ik eventjes tactisch oplossen. En dat doen we door hier de video te eindigen. Dus ja, mensen. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk hebben gevonden. Er is echt ontzettend veel gebeurd in deze aflevering. Heel veel intense momenten. En het wordt alleen nog maar vetter en vetter en vetter. Dus ik hoop jullie natuurlijk ook weer graag terug te zien in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, dames en heren. Infinity out.